bent u Dennis, aka Denske. En vandaag hebben jullie episode 10 van Road to Life Minigun. En dit is mijn laatste episode van deze serie. En heel veel mensen hadden ook al gezegd van, dat is eigenlijk een beetje gek. Hè? Je doet deze serie dus Road to iets. En je hebt het al lang gehaald. Dus waarom ga je daarmee door? Dus ik stop met deze serie. Op zich, episode 10 is sowieso een mooi getal om te stoppen. Dus ik denk, ja, we gaan door tot episode 10. En ja, de volgende serie die ik dus ga doen is Road to Life Campstrike. In ieder geval dan een Road to Life Ammo Crate Campstrike. Zo, kijk wel of ik dat precies ga noemen. Maar het is eigenlijk in principe precies hetzelfde. Alleen dan proberen we die Campstrike. Ik hoor iemand. Ik kan zeggen, ik dacht dat ik iets hoorde. Dan gaan we alleen voor die Campstrike. En ik denk dat dat iets langer gaat duren als de andere dingen. En op zich, dat andere is ook gewoon random. Weet je wel, dat is gewoon geluk hebben. Daar zit nul skill bij. Je moet gewoon dat ding uit die kist krijgen. En that's it. Dus het was inderdaad ook wel, ja, het was gewoon spelen en hopen dat je dat ding uit de kist krijgt. Maar ik vond het zich wel leuk om te doen, dus de meeste van jullie ook, want ik kreeg in het begin best wel veel likes. Ik kijk echt naar de likes in het begin. En waar, die kerel, maat. Gewoon een live machine gun, head glitchen, campen, alles. Er rent er eentje buiten, weet ik, maar hier zit er ook nog een. Dat was close, geluk mee. Ik vind, oh shit, ja, ik zag hem op de minimap, hij zat te campen. Ik zal allemaal schieten. In ieder geval, ik vind de red dot op de wapen eigenlijk helemaal niet fijn. Maar ik zie zoveel mensen de laatste tijd met een red dot op de wapen spelen. En damn, die mensen zitten er allemaal gewoon, allemaal in het middelste gebouw te campen. Even wachten om health generate. Duurt dat wel eventjes. Headshot, nog eentje. Oh, dat was close. Oké, die had ik niet aanzien komen. Ik had niet verwacht dat ik ze zou winnen. Zo, kijken waar erin zit. In ieder geval, ja, ik vind red dot ding helemaal niet fijn. En serieus, nou, een minigun, really. Nou, dat is toevallig. Get special weapon. Ja, ik heb deze challenge nou pas unlocked. Dus ik heb dit natuurlijk al vaak gehaald. Dat hebben jullie ook al gezien. Maar ik had die challenge altijd nog locked. En er zit er iemand. Kom dan. Ik ben niet zo snel. Dus hier, als ik zo ren, dan werkt dat niet. Dus let's go. Minigun, alles. Wel een mooie afsluiting. Dat we nou toch die minigun krijgen. Zo. Nee. Head glitchen, alles. Hij had echt dood moeten zijn al. Niet slim, dit is het stomste wat je kan doen. Gewoon op aflopen. En we gaan natuurlijk wel die minigun nog even verder doen. Hè? Want het gaat om Road to Life minigun. Dan ga ik hem niet wegdoen als ik de minigun heb. Dat is natuurlijk gekke werk. Dus hopelijk dat we hier nog een beetje kills mee kunnen maken. Ik hoor glas kapot gaan. Maar soms gaat een glas hier random kapot. Dat is het ergste. Come on, come on, come on. Show your face. Haha. Ik schiet hem ook recht in zijn gezicht. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat staat best wel netjes. Op zich, als jij nagaat, ik speel met non-lethals. Dus 14-2 en de rest zijn er maar 4 kills. Ja, of de hoogste. En de 5 kills, oké. Okay. Oké, de kills springen beneden. Natuurlijk springen we dan niet daar. Really? Come on, come on. Hij zit hier ergens. Waar is die man? Is hij dood? Hij is dood. Ah, die teammate was allemaal achterna gesprongen. Hij was niet. Was hij daar? Ik weet niet. Maakt niet uit. Het ding heeft best veel kogels eigenlijk. En op zich ben je niet heel traag met het ding, om heel eerlijk te zijn. Ik bedoel, ik ben geen juggernaut en ik ben net zo snel als juggernaut. Dus dat is best wel stupid. En ik ga niet. Ja, zou ik meehelpen dan? Omdat jij het bent. Oh, hij gaat die cappen. Goed zo. Want als je dan met de A gaat cappen, triple cap, dan heb je niks aan. Maar aangezien zij nou voor B gaan, oké, dan ga ik wel voor deze. Ik speel natuurlijk altijd wel objective. En. Oeh, dat is dus. Komt er wel een A, maar ik vertrouw mijn rug niet. Ik kan niet bukken, dat is het probleem. Ik kan wel bukken, maar ik kan niet liggen. Oké. Nee, shit. Ik zei het, er komt er een in mijn rug. Mijn teammate werd genaaid. Ik had niet eens gezien. Om heel eerlijk te zijn. Oké, snel door naar de volgende. In principe hetzelfde. Hoppakee. Dit ding maakt nog meer geluid als je minigun. Serieus. Serieus. De sfeer is het. Dit is gewoon serieus. En shit, ik verwacht eigenlijk dat ze van die kant komen. Ik zit nou gewoon in hun spawn, hè. Ja, ik zei het, ik zei het. Ik verwacht dat ze van die kant komen. Live machine gun kind. Ja, dat weet je nooit. Dat is altijd de gok. Welke kant ga ik op kijken? En ik kies wonderlijkerwijs altijd de verkeerde. En ik heb het idee dat hij hier spawnde. En dat is wel heel random. Aangezien zij gewoon een mooie vlag hebben. Blijf van mijn vlag af. Oké, ik zet hier eventjes mijn setcom neer. Ik vind het op zich wel grappig dat ik hem zo bij de laatste episode haal. En dan ook die challenge nog. Want die challenge had ik altijd unlocked, dus ik kon hem nooit halen. Dus, en nou de laatste episode, ik stop met dit en ik krijg een challenge. Nee, ik kan niet liggen.
Enfin, ik kan wel liggen, maar ik kan niet schieten. Ik zweer het je, dit ding heeft veel meer recoil met de Red Dot, hoor. Waarom zou je überhaupt de Red Dot op willen? Red Dot op submachine gun, dat hoort niet. Dat is in ieder geval gemaakt. Kijk dit, jongen. Eén keer schiet ik op die, druk op die R1 knop. Mijn wapen schiet 9 kilometer de lucht in. Hij is aan de C. Hij zit, dat is die light machine gun kerel. Die kan ik niet challengen. Niet met dat ding. Dat ding heeft no recoil. Oké, hij is hopelijk dood. Kom aan, kom aan. Oké, we gaan naar C toe. Ik vertrouw A niet, jongens. Er zoveel mensen allemaal van die afstand zitten schieten en ik heb die range niet. Dat is altijd een vraag, hè. Welke kant loop ik in? En die enemy. Okay. Oh nee! En dan. Ah, hij was al lang dood. Dat is het allermooiste. Kijk maar, dat is gewoon triest. Hij was al dood. Dit is fucking broken, dit spel, jongen. Oké. Okay. We hebben ammo crate. Ik wil 30 kills. Wauw, zit jij te campen? Nee. Dan nog net niet. Heel veel mensen zitten altijd achter dat karretje, dus ik had ze wel wachten voor wel. Oh mijn god, oh mijn god. Serieus, mijn aim, jongens. Wat is dit? Heel mijn aim is off. Oké. Hebben we nog genoeg thuis? We kunnen het wel weer recht. Nee, dan krijgen we dit. Ik wou zeggen, we kunnen het wel weer recht spelen. Dit schiet eigenlijk granaten en het doet helemaal niks. Wie verzint zo'n wapen? Alsjeblieft, zeg. Kijk dit, jongen. Ik zweer het, zonder die Red Dot had ik die keer al lang dood gehad. Red Dot is... Nee, no go. Voor mij dan, hè. Hou jij even Red Dots? Zeker doen. Maar niet voor mij weggelegd. Enige wapen waar ik een Red Dot op zou kunnen zetten is de MP5 uit Call of Duty 4. En serieus, die staat gewoon boven onze vlag. Hij spant gewoon bij onze vlag. Nee, jij gaat maar niet nog een keertje naaien. Nee, mijn kill. Oké, dat ding ga ik niet kapot maken. Want ik heb geen silencer, dus dan ziet hij er in mij. Waarschijnlijk... Oh, ik dacht even dat hij erin viel. Waarschijnlijk dat ding daar toch kapot gaat, wat ik hem net neerzet. Let's go. Iemand die boven... Hopelijk zit hij er nog. Hij zit er nog. Ik hoor hem. Ik heb het idee dat ik hier omhoog loop als ze in mijn rug komen. Let's go, we hebben weer een ammo crate. Hoe staat onze kills voor? Oké. 29-8. Niet zo goed. Ik wil eigenlijk die 40 kills. Dat is in principe nog wel haalbaar, maar dan moet ik wel beter spelen als ik nou doe. Ik denk eindelijk iemand in de buurt. Die kan killen, gewoon een free kill, weet je. Dat is altijd op die vlag, is eigenlijk een free kill. Oeh, nice double. Zeker mooi meegenomen. Zullen we naar midden? We gaan naar midden. Niet echt makkelijk met een wapen als dit. Het is echt een wapen afstand, zeker met wat erop zit. Ook al ga ik dat ding niet gebruiken, dat is gewoon fucking stom. Alleen even kijken soms. Mensen over het hoofd zien, daar zit er eentje in het hoekje. Waar vandaan schiet jij? Staat ze daar gewoon op het balkon en zag ik hem niet? Dat zal dan wel. Die vent die dropt ook niet. Normaal was het ding super sterk altijd. Come on. Ze komen gewoon niet. Ze laten hun hoofd niet zien. Ze willen allemaal verstoppen. Ze rennen steeds weg. AC, AC, AC. Eentje in mijn rug. Ik hoor niet dat die choppen, maar volgens mij is er één in mijn rug. Dat ik dacht horen. Nou wel, sowieso. Nou word ik hem sowieso lopen. Ik word ingesloten. Dat vind ik zo'n leuk idee. Jezus, laat me niet allemaal rondjes draaien. Oeh, die man kan niet knijven. Hij wel. Oh, dit ding is zo slecht voor die bij. In ieder geval wel, als ik hem gebruik. Maar wie is die hond nou ineens? Komt deze random hond voorbij lopen? Dat is echt even enemy, maar nee. Dat is van ons. En dit is een mooie kill voor mij, als ik hem zie. What the fuck deed die teammate? Even serieus. Oké, ik was ook een beetje half, maar die teammate? Oké, iemand aan de overkant hier. Oké. Oh, what the fuck gebeurt er? Geef me die kill! Ik krijg toch hits? Dus dit is dit iemand? Oké, waarom? Als we dit nu gewoon afhalen, dan is het gewoon een perfect wapen. Prachtig ding. Oh, Halo Gas, waarom? Waarom? Ik denk dat die teammates hun al hebben. Ja, die hebben hun. Ik haat dit zo erg, hè. Dit is één voor de... Volgens mij kan ik niet de smoking kijken met dit ding. Nee, ik weet het niet. Moet ik te twijfelen. Ik moet nog een paar kills voor de 40. Ik ga voor die 40. Nee, weer C. Altijd die...
Oeps. Oeps, oeps, oeps. Niet snel, niet snel. Oh, ik zag hem echt niet meer. Die smoke is echt helemaal dicht. Let's go. Losing C. Ja, ja, daar gaat het om. We hebben hem bijna. Nog één kill, nog één kill, nog één kill. Nee, nee. Waarom, 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 waarom? Achter mij. Ja, 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 3 kill. Nee, daar stond hij. No, weer. Volgens mij had ik de laatste keer ook geen 40 kills. Of geen 50 kills. Ik weet niet eens meer. Hoe de fuck kan een enemy 0 om 35 staan? Ik zweer het je, dat ik die kerel nog nooit heb gezien. Nee, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik hoop ze leuk vonden. Ik hoop dat jullie deze serie over het algemeen leuk vonden. En dat ik nou overswitch eigenlijk naar... eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk in principe is het precies hetzelfde. Alleen, dan ga ik minder vlaggen cappen waarschijnlijk. In ieder geval, als het... Als het gevaarlijk is, ga ik het echt niet doen. Flik maar op. En ja, die minigun is nou niet echt meer noodzakelijk. Alleen nou is het probleem, als ik daar echt super slechte wapens krijg, hoe ga ik het oplossen? In ieder geval, ik heb mijn nieuwe emblem. Dit is dus mijn nieuwe emblem. I put my gun in a box. Ja, in ieder geval, leuk emblem. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Like als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Houden we.